Ik wil hier toch ook even herinneren aan de uithaal van uw voorzitter op een prille lentedag dit jaar, waar dat ze vlak af in een tweet zei: ik wil ook mijn goesting blijven doen op tv en we gaan het doorspoelen van reclame toch zeker niet verbieden. Nu, ik heb hier de studie, want ze staat op uw website, meneer de minister. Ik zie daarin in de aanbevelingen eigenlijk toch een aantal keer terugkomen het skippen, het invoeren van unskippable reclame. Dus dat men dat toch als een van de oplossingen naar voren brengt. En ik hoop net als mijn collega dat inderdaad de betrokken spelers er zelf uit geraken. Want meneer de minister, u zegt op uwzelfde website, als dat niet lukt, dan gaan we in die nodig regelgevende initiatieven nemen. En mijn vraag is, gaan we dan toch nog het doorspoelen verbieden? Zit dat als mogelijk regelgevend initiatief in uw achterhoofd? Dank u wel. Minister Gats. Ik vind het een beetje jammer dat we hier de partijpolitieke toer op gaan. Reclame, doorspoelen, niet doorspoelen. Jammer, het is geen partijpolitiek debat. Het gaat over jobs voor de Vlaamse creatieve industrie. Het zijn mensen die Vlaamse programma's maken. En het gaat over de kijker die, dat is toch andermaal gebleken, heel graag die programma's bekijkt. Ik denk dat dat de bekommernis is die we allemaal delen. Dus met andere woorden, als u dan enkel de studie erleidt tot het doorspoelen van reclame, vind ik dat jammer. Maar als u een antwoord wil op die vraag, dan ga ik u die geven. Nee, we gaan doorspoelen van reclame niet verbieden. Is dat duidelijk? Ja, oké. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter. En bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.